De kijkcijfers van Eva Jinek fluctueren momenteel behoorlijk tegenover het programma van Arjen Lubach. Ze begon haar huidige seizoen uitstekend, maar toen Arjen na een week de hoek om kwam kijken daalden Eva's scores flink. Gisteren viel het nog mee, Arjen scoorde 1 miljoen kijkers, 27%, en Eva had er 749.000, 20%. Maar afgelopen dinsdag bleef Eva haken op 564.000 kijkers, terwijl Arjen er ook toen ruim 1 miljoen had. Dat heen en weer geslinger met de kijkcijfers zal de presentatrice niet prettig vinden, denkt Tina. Tina denkt dat Eva aan de bel gaat trekken bij RTL. Arjen Lubach scoort opnieuw boven de miljoen. Eva Jinek zal nu toch echt gaan vragen of ze volgend seizoen niet tegenover Arjen Lubach geprogrammeerd kan worden, want haar cijfers zijn een stuk wiebeliger geworden. De enige oplossing zou zijn om Eva van haar huidige tijdstip 22 uur naar 22 uur 45 of 23 uur te verhuizen, maar dan moet RTL 4 weer extra programma's gaan uitzenden op primetime. Dat aantal heeft de zender juist teruggebracht van 2 naar 1 om flink wat geld te besparen. Van de andere talkshows deed Vandaag Inside het gisteren het best, daar keken 755.000 mensen, 16%, naar. Galit Sofie scoorde 588.000 kijkers, 16%, en HLF 8 had er 265.000, 6%. De première van de dramaserie Rampvlucht over de vliegramp in de Bijlmer was de grote winnaar op primetime met 1,3 miljoen kijkers, 26%, op NPO 1. Tina spreekt van een zeer indrukwekkende start, ook in de commerciële doelgroep 20 tot 54 jaar. Daarin behaalt de serie bijna 23% marktaandeel. Ad Opiniediva Angela de Jong schrijft: ik had niet gedacht dat Rampvlucht me zo zou raken. Ik was sceptisch, een dramaserie over de Bijlmerramp waarin feiten en fictie vrijelijk door elkaar heen lopen? Nogal riskant in een tijd waarin complottheorieën hoogtij vieren. Maar de eerste aflevering trof me vol.